Welke rol speelde de geschorste officier van justitie, Lucas van Delft, bij de aanhouding van de Tilburger Johan van Laarhoven in Thailand? Van Delft legde vandaag voor de rechter in Den Haag een verklaring af. Hij is een van de 6 getuigen die deze weken gehoord worden over de aanhouding van de voormalige koffieshophouder in Thailand. Van Delft was als openbaar aanklager verantwoordelijk voor het verzoek aan de Thaise autoriteiten om een onderzoek in te stellen naar de oude eigenaar van de Grass Company. Maar justitie in Thailand deed niet alleen onderzoek. Ze pakte Van Laarhoven op en veroordeelde hem tot een celstraf van 103 jaar. Het Nederlandse OM wordt verweten dat het Van Laarhoven in Thailand liet arresteren en veroordelen op basis van onjuiste informatie. Aanklager Van Delft is onlangs uit zijn functie ontheven dat hij onder een valse naam melding deed van een doodsbedreiging aan zijn eigen adres. Verslaggever Willem-Jan Jochems is in Den Haag. Hij was bij die rechtszaak. Er moest meer duidelijkheid komen, mede door die verklaring van die aanklager. Is er nou meer duidelijkheid? Ja, als aan de familie van Laarhoven ligt, die er vanmiddag in grote getale bij was, als het aan de familie ligt, dan is er duidelijkheid ontstaan. Deze officier van justitie is misleidend geweest. Heeft de autoriteiten, dus politie en justitie in Thailand, wakker gemaakt door bijvoorbeeld een hele mooie PowerPoint-presentatie te geven. Met erin uitgelegd wat Johan van Laarhoven allemaal doet. Dat hij in drugs handelt, dat hij bezig is met witwassen en dergelijke. Kortom, dat is voor de familie een heel duidelijk gegeven. Maar voor ons, voor de buitenwereld, voor de mensen die de dossiers niet zo van haven tot gort kennen, is het nog maar de vraag. Kijk, het is een van de vele getuigenverhalen, getuigenverhoren die wordt gehouden op dit moment. We zullen echt veel meer informatie moeten gaan krijgen de komende weken over deze kwesties. We weten het gewoon nog niet. Misschien dat je alvast wel een kleine conclusie kan gaan trekken dat het wel een beetje onvoorzichtig is geweest misschien van politie en justitie in Breda om zoveel informatie aan de Thaise opsporingsautoriteiten te geven. Wat zei Van Delft eigenlijk zelf? Ja, hij zat er ingeklemd tussen een batterij van 4 advocaten, die namens de familie daar optraden. De 2 landsadvocaten zaten erbij. Zijn eigen advocaat zat naast Van Delft. Hij was bescheiden, rustig ook, dacht heel goed na over zijn eigen woorden en over zijn zinnen en wist zich uiteraard niet alles te herinneren, want het is een van de vele zaken die deze top crime fighter uit Breda deed. Een van de vele rechtszaken die hij leidde. Maar wat wel duidelijk was, hij zei, luister eens, wij waren helemaal niet van plan dat Van Laarhoven daar berecht zou gaan worden. Hij zou bij ons berecht worden. En uiteindelijk hebben we toch afspraken moeten maken toen daar iets doordrong over de figuur van Van Laarhoven. Hebben we afspraken moeten maken en hebben zij besloten van oké, wij gaan hem daar vervolgen voor witwassen. En Van Delft zei daarna ook nog eens een keer van luister eens, ik heb naar eer en geweten gehandeld. Ja, Van Laarhoven zit dus nu in de cel. 103 jaar heeft hij maar liefst gekregen daar in Thailand. Zijn familie wil hem vrij krijgen. Kan dit nou daarbij helpen om hem toch vrij te gaan krijgen? Of in ieder geval misschien strafvermindering te krijgen? Ja, dat is een goede vraag. Maar kijk, wat ze heel duidelijk aan het doen zijn, ook vandaag. Ze verspreiden honderden tweets. Ze hebben een communicatiebedrijfje ingehuurd, de familie van Laarhoven, om hun boodschap duidelijk te maken. Johan hoort daar niet thuis, moet naar Nederland terug. Wat ze ook hebben gedaan is een paar maanden geleden de Tweede Kamer benaderd. Er zijn inmiddels Kamervragen gesteld. Die Kamervragen die zijn bij de minister van Justitie ingeleverd, minister van der Steur. Ook vandaag was heel kort eventjes in de zaal Vera Bergkamp, D66 Kamerlid. Dus het is op de een of andere manier is het wel binnen het parlement bekend en gaat er misschien toch nog wel wat gebeuren. Want ze willen natuurlijk hun broer, hun vader, hun zoon willen ze graag terug in Nederland. Dankjewel Willem-Jan Jochems vanuit Den Haag. En uiteraard blijven wij deze zaak volgen.